Dan gaan we naar het Nederlands elftal en naar Tom Egbers, want die is in Rio de Janeiro, daar waar het Nederlands elftal moest trainen. Vanmiddag om 16:30 en ik denk dat die training van Oranje ook op dit moment nog bezig is. En volgens mij staat Tom daar onder een parapluutje. Tom, als je kijkt naar de twee wedstrijden van het Nederlands elftal, dan was er die 5-1 overwinning op Spanje. Toen was er de euforie, nu de moeizame zege op Australië. Hoe gaat het met Oranje vandaag? Nou, met Oranje vandaag gaat het goed. Om even dat gevoel van euforie door te trekken. Als dan de vraag is, hoe is het in dat opzicht nu met Oranje? Ik denk dat je kunt spreken van een mixer van opluchting, maar toch ook trots. Inderdaad. Als je heel eerlijk bent, hoeveel mensen gaven er in Nederland, laten we daartoe beperken, een kans voor het Nederlands elftal om zelfs maar de volgende ronde te bereiken? Dat zou al heel moeilijk worden. Nou ja, dat we het na twee wedstrijden al bereikt hebben, dat vervult de spelers en ook de trainers. En iedereen natuurlijk met trots. Maar men is ook opgelucht. Men heeft gezien dat een wedstrijd tegen Spanje op zichzelf staat. Daar heeft men zich 5 weken lang volkomen op kunnen focussen. Dat is ook gebeurd, zei Louis van Gaal. En vervolgens waren er maar 3 echte dagen om de ploeg te prepareren op het duel met Australië. Waarvan je altijd weet dat Australië, ja, die power, de passion waarmee die mensen spelen, dat is altijd lastig. En dat is gisteren gebleken. De Chilenen hadden het ook erg moeilijk in de wedstrijd tegen Australië. Chili dat gisteren Spanje versloeg en dat goed deed. Maar Chili won ook maar nipt van Australië. Het is gewoon nu, de streep kan gezet worden. Trots overheerst toch uiteindelijk bij de mannen van Oranje. Die gisteravond vrij snel na de wedstrijd terug zijn gevlogen. Dit is het beeld in Rio de Janeiro waar het sinds gisteravond regent. Daar stonden mensen, de spelers op te wachten. Er werden weer handtekeningen uitgedeeld. Op dat moment wist het Nederlands elftal bij aankomst dat Spanje daadwerkelijk verloren had. En dat Nederland dus nu al bij de laatste 16 zit. Veel mensen op de been als altijd. Wesley Sneijder moest ook veel handtekeningen zetten. En onze collega Ayolt Kloosterboer sprak even met Arjen Robben. Dat is onverwacht, jullie zijn er al. Ja. Je bedoelt hier, met de bus? Of ja, maar had je een Spanje, dat hadden we niet verwacht met z'n allen. Nee, dit is wel een verrassing. 2 wedstrijden en Spanje ja, is al uitschakeld. Hebben jullie de wedstrijd gekeken daar? Nee, we waren onderweg. Maar wat betekent dit voor de komende wedstrijd? Nou ja, dat wij willen eerste worden in de pool. Dus het is allemaal duidelijk. Een gelijkspel hebben we genoeg. Maar zo gaan we niet de wedstrijd in. Ja, Tom, dan is het zo dat, kijkend naar de wedstrijd van gisteren, Robin van Persie met zijn been liep te trekken, uiteindelijk moest worden gewisseld. Er was daar de hersenschudding van Bruno Martins Indy. Hoe is het nu met de internationals? Nou, Bruno Martins Indy is op dit moment, nu op het moment dat wij met elkaar spreken, onderweg van Porto Alegre naar Rio de Janeiro. Hij heeft lichte naar verwachting hersenschudding opgelopen. Moest daar om een nacht in het ziekenhuis blijven. En met een van de mensen van de medische staf van het Nederlands elftal, Rien Heijboer, die bij hem is gebleven. Want je zult daar maar liggen als Bruno Martins Indy in een Portugees ziekenhuisbedje in je eentje. Dat gaat niet gebeuren natuurlijk. De verwachting is dat hij ongeveer een week zal zijn uitgeschakeld. Dus dat hij over een week zou kunnen spelen. Dat is de verwachting op dit moment. Maar dat zullen we de komende dagen moeten zien. Robin van Persie niet echt geblesseerd. Is natuurlijk niet 103% fit aan het toernooi begonnen. Maar wat heeft hij voor indruk en betekenis al gehad voor de ploeg? Als niet 103% fit zijnde. Nou, dan hebben we vandaag als afwezige Jordi Klaasie. Want die is ziek. En dan zijn er nog een paar mensen die niet voluit met de training hebben meegedaan. Ja, het was, kijk, wolkbreuk hè, hadden we vandaag. En Deli Blind geeft even aan, hier is het drassig. De riek moest eraan te pas komen. Nigel de Jong trekt even aan zijn linker dijbeen. Die beperkte zich een beetje tot fietsen vandaag. Dat deed ook Arjen Robben. Louis van Gaal vertelt nog even. Ja, ik weet eerlijk gezegd niet wat hij vertelde. Want dat kunnen we niet horen. Maar zal bemoedigende woorden hebben toegesproken. De aanvoerder met de man van gisteren, Memphis Depay. De man van het winnende doelpunt. Het was een typische uitlooptraining aan een zware wedstrijd. Als gezegd, Arjen Robben deed eigenlijk weinig. Ja, een paar oefeningen in de sportschool hier onder de perstribune. Net als Nigel de Jong en Wesley Sneijder. En Klaas-Jan Huntelaar staat hier. Zou hij misschien nu, dat Robin van Persie geschorst is, in de basis kunnen komen te staan? Of Jermaine Lens, dat zou ook kunnen. En achter hem staat Joël Veldman. Of wordt bij afwezigheid van Persie toch weer Memphis Depay opgesteld? Want, hey, kijk, Leroy Fer denkt buiten het zicht van de camera's. Dit heet gewoon wildplassen op zijn Hollands. Foute timing, Leroy.
Daar kan Louis van Gaal wel om lachen. En Leroy Fer trouwens zelf ook. En Dirk ook. Dirk Kuyt. Dan was het opvallend dat de spelers die er ook zijn, wel even willen laten zien dat zij ook in Brazilië zijn. Klaas-Jan Huntelaar. En hij krijgt natuurlijk applaus van Louis van Gaal, die veel aandacht geeft aan de niet-basisspelers. En ook Terence Kongolo, die misschien wel de vervanger zou kunnen worden van Bruno Martins Indy in de wedstrijd tegen Chili. Of zou dat misschien toch Joël Veldman moeten worden? Zijn nadeel tussen aanhalingstekens is dat hij niet linksbenig is, in tegenstelling tot Bruno Martins Indy. Kijk, en dit is het beeld dat we nog niet zo vaak gezien hebben in Rio. Corpus Christi is het vandaag. We zijn in nevelen gehuld, maar hier beneden is vrij veel zichtbaar.